Breda nu. Je weet het meteen. Ik ben Joris Razenberg en je zou me kunnen kennen van de band Abel. We hebben heel wat jaar geleden een aantal platen uitgebracht en overal energisch gespeeld, onder andere hier in Breda. Dus daar zou je hem van kunnen kennen. Ik kom uit Effen, dus aan de rand van Breda. En ik kwam altijd vanaf de Haagdijk zo hier op mijn fiets zo gereden. En dan was dit de ingang naar de stad. Hier liggen veel herinneringen, dus niet alleen hier dat we veel gerepeteerd hebben. Maar ik ben hier gewoon veel geweest. Nou, ik denk dat het is natuurlijk wel een stad, maar het heeft toch wel een dorpskarakter. Het heeft iets kleins ook in al zijn, voor zo'n grote stad. Het gaat ook altijd om de mensen die er gewoon wonen en die ik ken. En dat is misschien nog wel belangrijker dan een gebouw of een haven. Ik heb hier veel mensen wonen waar ik veel mee heb. Veel vrienden en familie. En dat is wel belangrijk voor mij. Jongens kennen hier het Klapkot, hier achter mij. En waar we later ook heel veel gerepeteerd hebben en opgetreden. Daar wel meerdere plekken. En voor ons was het deze plek. Er zullen vast heel veel andere plekken geweest zijn. Maar dit was voor ons. We hebben heel lang bij de drummer ook thuis gerepeteerd. En in allerlei verschillende gebouwen. Ja, je zoekt zo je ruimte. Een haven is als onderwerp natuurlijk een fijn thema. Want je kunt zeggen, nou, je komt thuis in de haven of je vertrekt uit de haven. Of het geeft aan waar je thuis bent. Het thema water. Je kunt er heel veel kant mee uit als tekst schrijven. En ik heb altijd wel heel beeldend geschreven. Ik kon daar veel in kwijt. Ik ben ook wel blij dat het terug is. Want het was eerst een lelijke parkeerplek. En er is er moois voor teruggekomen. En prima. Breda nu. Je weet het meteen.